van nu voor Twente komt het herbeginnen van de competitie in Nederland veel eerder. Twente moet vandaag het opnemen tegen Schalke zonder de geblesseerde Dennis Hulshoff. Verder is de ploeg compleet. Oude Kamphuis, Steinman. Enrico Steinman met het eerste schot, maar het is ook één zonder richting. Schalke dat hier ingooit moet het deze wedstrijd zonder een aantal vaste krachten stellen. Jurie Mulder is er niet bij, nog niet licht gekwetst aan een knie. Niet de knie overigens, mogelijk speelt hij volgende week weer tegen Vitesse. Verder ontbreekt Goossens, Toon en Wilmot. Muller. Eikelkamp als Bosker miszit. Maar dan wordt de bal niet binnen het doelvlak gebracht door Max. Na deze misser van Bosker het kunstje van Nijkelkamp. En Max dus. Opnieuw Eikelkamp. En de voorzet opnieuw richting Max. Steinman. Vennegoor van de Paar. Bosman vindt Steinman. Bosman. Van Halst ingespeeld op Vennegoor. De derde van de situatie was Jan van Halst en nog altijd, maar de mogelijkheid gaat verloren bij Bertel de Ravers. Steinman nu met rechts uithalen, bal stuit af van de Paar. Steinman. Twente zet druk, daar in de drukte. Maar dan de counter, geleid door Eikelkamp, nu de bal bij Max. Max langs Karnebeek en Max scoort niet. Steinman. Van Halst, Steinman. Geraakt door Neemets. Bij trap Oude Kamphuis. Doelpunt Vennegoor. De 25e minuut en Twente met de vrije trap van Niels Oude Kamphuis en de kopbal van Jan Vennegoor of Hesselink is de eerste ploeg die scoort deze avond. Hami achter de bal voor de vrije trap, nu ook de luchtmacht mee, dat wil zeggen Johan de Kok en Marco van Hoogdalen. De bal blijft liggen en wordt tegen de lat aangespeeld door Nico van Kerkhoven. Van Hoogdalen is de eerste die niet miszit. Goed werk van Eikelkamp en de bal doorgespeeld naar Hami, die helemaal vrij is, over de linies heen gekomen en zelf scoort. Het is 1-1. 40e minuut van de eerste helft nog. Opgezet door René Eikelkamp. Vervolgens in één beweging diep gespeeld op Hami. En Bosker kan het gevaar niet meer keren, want Hami heeft te veel vrijheid. Eikelkamp. Op de huid gezeten door Ten Hag. Bal bij Soumiala. En van de voet van Eikendroog bij Schomer. Averst, Vennegoor, zoals het de spits betaamt. Vuren. Ten Hag. Vennegoor, Van de Paar, Steinman. Oude Kamphuis en dan is Steinman doorgelopen, dat is een goede combinatie. Rico Steinman, veel aanbod is er voor het doel. Het wachten is op Jan van Halst. haalt het doel niet. Maar is nog niet helemaal weg. Vennegoor en Van de Paar die schiet. Twente gooit. Oude Kamphuis doet dat snel. Steinman. Soumiala. En Vennegoor uit de draai. Een prima goal. Feitelijk dit seizoen al doorgebroken in de PTT Telecompetitie. En hier geeft Jan Vennegoor een staaltje van zijn rijpheid en van zijn doelgerichtheid. Want aangespeeld... met de rug naar het doel toe haalt hij zo uit de draai en daar heeft geen doelman kans tegen. Van de Brugge. Müller. Max. Probeerde... Vennegoor uit te doen, maar de uitvoering was aanzienlijk minder, om van het resultaat maar te zwijgen. Tweede hoekschop van Schalke. Van de lijn gekopt. De kopbal van Hoogdalen werd van de lijn gehaald. Een minuut of 11-12 nog te spelen. Bladvoet, Ayupov en Soumiala. Schot sluit er nog af tegen Goossens. Beste kans sinds lange tijd. En een schot van Sobich dat er vervaarlijk uitziet. En feitelijk ook wel vervaarlijk is. Soumiala. Met voor het doel Bladvoet die vraagt. En die bijna nog aan de bal komt omdat Nemec iets merkwaardigs doet. Er staat inmiddels ruim een elftal aan andere spelers dan bij de aftrap. Aan het begin in het veld. En achterin is Wolf. Die geeft Max de kans om de stand op 2-2 te brengen. Zo blijkt Huub Stevens in plaats van Eikelkamp. Een Wolf in schaapskleren binnen de lijnen gebracht te hebben. Want op deze voorzet is het die invaller die de bal neerlegt voor Max. En dan is het 2-2.